Michel Butter, Kenia, Kaptagat, hoe vaak ben je hier al geweest? Dit is de vierde keer. Het is toch wel een plek waar ik graag terugkom. Lekker eventjes wat extra de nadruk op de focus, wat trainingsmaten, hoogte, of goede trainingsmaten, de hoogte. Dus ik kan wel zeggen dat ondanks misschien alle omstandigheden hier, dat ik me wel thuis voel. Hoe loopt jouw route naar de TCS Amsterdam Marathon? Want dit is niet zo'n eerste trainingskamp nou, hè? Nee, we hebben eigenlijk, Guido en ik hebben al in december toen besloten om de TCS Marathon te gaan doen. En dat daar ook de limiet gerealiseerd zou moeten worden richting Rio. En al heel snel duidelijk werd dat ik naar deze plek toe zou gaan. Maar in aanloop daarvoor wel ook een trainingsstage met de marathonlopers van TDR zelf. En waar Guido ook deel van uitmaakte. Tenminste, die kwam in een latere periode. We hebben 3 weken getraind in St. Moritz, ook op hoogte dus. En ik heb daarvoor nog 3 weken in een hoogtetent gezeten. Dus al met al een lange periode aan hoogte. Allemaal met als doel om de limiet te lopen. Ja, dat is het doel en het enige doel. En alles wat harder is, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar kwalificatie voor Rio is het belangrijkste en een droom voor mij. Dus daarvoor moet alles wijken. En is zeg maar de route die we tot nu toe afleggen, ja, lijkt het volgens plan te gaan. Al met al heb ik in de laatste 4 maanden eigenlijk vrij. We zijn eigenlijk bijna alle trainingen raak geweest. Dus dat geeft vertrouwen. Zes maanden geleden en dan zaten we in het begin van dit jaar. Wat was toen nog vooral anders? Ik heb gewoon heel beroerd eind 2013, 2014 achter de rug. Met heel veel momenten dat ik blessures of ongemakken. En dat was eigenlijk tot eind 2014 nog steeds het geval. Begin januari begon het pas weer een beetje te draaien. Dus ja, toen was ik net een paar maanden een beetje redelijk in training. Op dat moment kon ik nog niet over Rio dromen. Alleen het enige wat we wel zeiden van is, we gaan er volledig voor. En ik ben wel blij dat we nu ongeveer 8,5 maand verder zijn. En dat heel erg goed gaat. Hoe diep zijn die dalen geweest? Voor die tijd had ik een beetje zo'n soort onoverwinnelijk gevoel. Zeg maar, van, er zijn eigenlijk geen grenzen voor mij op fysiek gebied. En mentaal gebied was ik al daarvoor enorm gegroeid. Maar blijkbaar is er toch wel een bepaalde fysieke grens geweest. En dat maakt het tegelijkertijd ook heel erg bijzonder. Omdat je daarna gaat realiseren van er is dus een grens. Dus ik moet die balans moet ik in ieder geval opzoeken om fit te blijven. Maar even goed de stappen te kunnen blijven maken. Loop je in 2012 2:09:58. Een tijd waar heel veel over is gesproken. Hoe kijk jij daarna? Dat heeft mijn leven volledig veranderd. Ik bedoel, op dat moment was het natuurlijk al fantastisch. Ik had een goede voorbereiding gehad. En 2:10 was iets waar ik van droomde. Ja, de manier waarop, als ik daar nog aan terugdenk, hoe hard ik het laatste deel liep, een negative split, van de laatste 10 kilometer in 29:40 of 29:30 gingen. Dat gaf me op dat moment niet alleen een enorme boost dat ik onder die 2:10, onder die magische barrière eindigde, maar ook het gevoel van er zit hier nog veel meer in. Omdat het was pas op dat moment mijn vierde marathon. Met die geschiedenis en met die gedachten weet ik nog steeds dat ik nog heel veel mooie dingen kan laten zien. En ook nu gewoon dat ik weer helemaal fit ben. Gavalili kanna, balavando.
Wij hebben een moment. Je hebt een lavende. Wij gaan belaan. Je tactiek, of in ieder geval de laatste keren, liep je die marathons altijd met negative split, die goed gingen. Blijf je, want ze zijn natuurlijk wel, je bent dingen andere, een paar dingen anders gaan doen. Maar blijft dat een tactiek die je graag wil blijven doen? Ja, in principe wel. Kijk, met alle wedstrijden geldt eigenlijk dat het altijd om het tweede deel gaat en niet om het eerste deel. Of het nou 5 kilometer is, 10 kilometer of halve marathon. Alleen bij de marathon is het wel zo dat als je het eerste deel te hard loopt, dan wordt dat genadeloos afgestraft of in bepaalde mate. En ik heb zowel vanuit het fysieke oogpunt, maar ook vanuit concentratie, dat ik er beter in kom als ik nog kan doorversnellen. En dat er nog wat energie in de tank zit op het einde en dat ik kan overschakelen nog naar halve marathon intensiteit. We geloven er altijd nog wel in dat we daardoor meer winst kunnen boeken dan dat je een... een bepaald risico neemt. Of dat je toch sneller weggaat. Liever iets aan de voorzichtige kant. Of, nou ja, je mag het eigenlijk niet voorzichtig noemen. Wij zijn van mening dat een negative split meer oplevert dan hard weggaan en dan kijken wat er nog in het vat zit op het einde. Hoe vind je dat je tot nu één marathon komt waar vier goede Nederlanders starten? Abdina Gueye, Koen Rijmakers, jij en Galit Sekoud? Nou, dat vind ik heel gaaf. Ten eerste vind ik het heel mooi dat we zo'n sterke generatie hebben. En daarnaast motiveert het mij enorm. Toen dat bekend werd gemaakt, ja, dat gaf me wel wat extra boost. Bij mij komt er altijd wel iets extra's naar boven als het er echt om gaat spannen. En als er strijd is tussen mensen waarbij het niveau zo dicht bij elkaar ligt. Yeah. 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 Yeah